Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het hormoonstelsel. In ons lichaam is het heel belangrijk dat er wordt samengewerkt tussen cellen. Op die manier kan ons lichaam allerlei processen op elkaar afstemmen, waardoor de homeostase bewaard kan worden. Oftewel dat alles zoveel mogelijk gelijk blijft in ons lichaam. Hiervoor is goede communicatie natuurlijk heel belangrijk. Ons lichaam doet dat met het zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Met het hormoonstelsel kan één zender een bericht doorgeven aan alle andere lichaamcellen. Het berichtstofje, oftewel door hormonen, komen in ons bloed terecht en dus in ons hele lichaam. De cellen die wel een receptor hebben voor dat hormoon, kunnen het berichtje lezen en vervolgens hun actie daarop uitvoeren. Deze cellen noemen we ook wel de doelcellen in de doelorganen. Welke actie er precies wordt uitgevoerd hangt af van welk type cel het is. Andere type cellen kunnen op datzelfde berichtje een andere actie gaan uitvoeren. Op die manier kan één hormoon dus meerdere soorten reacties in ons lichaam veroorzaken. Andere cellen die geen receptor hebben voor dat hormoon worden wel blootgesteld aan het berichtje, maar kunnen er niks mee. Deze route tussen de hersenen en vervolgens via de hormonen naar de doelcellen noemen we een hormonale as. Voorbeelden zijn de schildklieras en de bijnieras. Deze hormonale as begint bij de hypothalamus in de hersenen, die constant ons lichaam en de homeostase in de gaten houdt. Daarna komt de hypofyse, ook in de hersenen. De hypofyse bestaat uit een achterkwap en een voorkwap. Als er een bepaalde waarde te hoog of te laag dreigt te worden, dan geeft de hypothalamus specifieke hormonen af aan de hypofyse, die vervolgens de verschillende doelorganen aanstuurt. De achterkwap bestaat uit zenuwweefsel en geeft heel gericht hormonen af aan het bloed. Hier worden twee hormonen afgegeven aan het bloed: ADH en oxytocine. ADH is het hormoon dat letterlijk antiplashormoon betekent. De nieren hebben daar receptoren voor en gaan vervolgens minder urine maken, zodat je minder hoeft te plassen. Oxytocine is een hormoon waar onder andere de baarmoeder en borstweefsel receptoren voor hebben. Zo kan het reacties veroorzaken zoals weeën. De voorkwap ontvangt bloed met daarin de hormonen uit de hypothalamus. Deze vertellen de hypofyse om wel of niet hormonen uit te gaan scheiden naar de bloedcirculatie. Hier worden meerdere soorten hormonen gemaakt, waarvan de bekendste zijn TSH, groeihormoon, ACTH, prolactine en LH en FSH. Deze hormonen circuleren door het bloed en worden opgepikt door de doelorganen die daar receptoren voor hebben. Voor TSH is dat de schildklier, die hierdoor schildklierhormonen gaat maken, oftewel T3 en T4. Voor het groeihormoon zijn het alle cellen maar vooral botten en spieren die vervolgens gaan groeien en delen. Voor ACTH zijn dat de bijnieren die onder andere het bijnierschorshormoon cortisol gaan maken. Voor prolactine is dat onder andere het borstweefsel dat zich gaat klaarmaken om moedermelk te gaan maken, wat we lactatie noemen. En voor LH en FSH zijn dat de gonaden, oftewel de zaadballen en de eierstokken die testosteron, oestrogeen en of progesteron gaan maken. Zoals je ziet, missen er een aantal hormoonklieren, bijvoorbeeld de alvleesklier en een paar andere hormonen uit de nieren. Deze hebben hun eigen aansturing en regulering buiten de hypothalamus in hypofyse om. Om ervoor te zorgen dat de homeostase wordt bewaard, zijn hormonen onderdeel van een feedbacksysteem. Hierbij kan er sprake zijn van negatieve feedback waarbij een stijging van de concentratie van een hormoon zorgt voor minder afgifte uit de hypothalamus en andersom als er een daling van de concentratie van het hormoon is dat er meer afgifte komt vanuit de hypothalamus. Dat helpt heel goed om de balans en dus de homeostase te bewaren. In uitzonderingsgevallen kennen we ook de positieve feedback. Bijvoorbeeld bij het hormoon oxytocine dat voor weeën zorgt. Hierbij zorgt de aanwezigheid van oxytocine voor meer oxytocine, waardoor de concentratie natuurlijk heel snel gaat toenemen. Dit helpt om zo effectief mogelijke weeën te hebben, en dat wordt pas onderbroken als het kind geboren is. Download nu ook de gratis actieve samenvatting en vul hem in, zo zal je deze stof nog beter onthouden. Bedankt voor het kijken!